Hoe start je een livestream met OBS? Ben ik nu aan het livestreamen? Mijn stream is gezond. Dus dit is het onderwerp van vandaag. Ik ben Ronald Real van het kanaal Sputnik. Mijn kanaal gaat over YouTube tips, internet tutorials en computer how-to's. Als je bij mij voor het eerst bent of mij voor het eerst ziet, vergeet niet te abonneren. En leuk dat je kijkt. Laten we meteen beginnen. Je downloadt OBS en ik heb OBS gewoon opgezocht. Dat is Open Broadcast Software. En je kunt hem hier gewoon downloaden bij obsproject.com. Dus als ik OBS zou openen. Ik heb nu OBS gedownload en ik heb hem geopend en dan gaan we nu de stappen doorlopen om de download voltooid te maken. Dus ik open hem. Check automatically. En dan heb je dus nu OBS. Je zult wat andere stappen waarschijnlijk hiervoor krijgen. Maar je moet dus kiezen tussen, wil je opnames maken of wil je livestreamen? En we hebben het nu over een livestream. Ik heb de stappen dus nu doorlopen omdat hij mijn computer al kent. Maar als je dus wil livestreamen, dan zou ik hem instellen op livestreamen. Dan gaat hij automatisch converten. En dan, hoe doe je dat nou? Je gaat naar YouTube. En je klikt hier op het icoontje en je gaat naar live gaan. En bij live gaan kun je dan OBS samenvoegen. En zoals je kunt zien heb ik hier iMac Livestream OBS key. Dus ik heb mijn iMac heb ik al geconverteerd met de stream van OBS. Dit is dus stream instellingen bij het kopje stream instellingen. Ik ga nu even eerst bewerken. En ik doe... De stream zet ik op verborgen, zelfs op privé. Nee, ik doe hem op verborgen, klaar. En dan druk ik op opslaan. En wat ik dan doe om een OBS stream te starten, dus om een stream ook daadwerkelijk te activeren, is bij OBS naar instellingen te gaan. Je moet ten eerste wel een stream scène maken, dus je hebt hier scène en dan klik je hier op het plus-icoontje. En dan doe je een, richt eraan welke soort video's je gaat maken, maar als je bijvoorbeeld een livestream van gamen wil maken, dan zou ik een beeldschermopname doen. Dan druk je oké. Nou, dan geeft hij dus dit aan. Bij iMac en als je op een computer Windows zit en hebt een externe videokaart, dan moet je ook de videokaartinstellingen aanpassen. Dus dan open systeemvoorkeuren op iMac en als ik dan deze zou openen, dan moet ik hem eerst ontgrendelen op iMac. En dan OBS toevoegen. Stoppen en openen. Dus ik neem een scherm op. En zoals je kunt zien heb ik nu dan een schermopname. Dan doe ik deze weg. En dan maak ik deze eigenlijk, want dit is nu is de grootte van de schermopname niet overeengekomen met de grootte van de scène. Zoals je deze dan, zoals je nu kunt zien. Is je beeldschermopname daadwerkelijk de grootte van het vak van OBS. En dat doe je dus door te centreren. Dus aan uitrekken naar scherm. Ja, aan scherm aanpassen. Centreren op scherm. Verticaal centreren. En horizontaal centreren. Want hij moet wel passen in het OBS deel wat zeg maar toegankelijk is. Zoals dat zwarte deel daar. En dan doen we nog een... bron toevoegen aan het scherm. Dat is natuurlijk je audio invoeropname. Dus als ik die zou toevoegen, dan zeg ik de instellingen zijn de Trust microphone die ik heb. Die wil ik toevoegen. En hebben we nu twee audio invoeren. Dus de invoeropname. En dat is dubbel op. Dus je hebt de mic, de aux. En je ziet dat hij, als ik praat, dat hij gelijk loopt. Dus ik wil
Deze wil ik eigenlijk niet hebben als ik een externe microfoon heb. Dus als ik dan eigenschappen klik, is wel de Trust microfoon zoals je kunt zien. En dit is de eigenschappen, standaard instellingen, dit is hem niet. Dus als ik deze dan wegdoe. Deze instellingen. Deze volume vergrendelen. Dus zo geeft hij niet die volume aan. En dan doen we nog een bron erbij. En dat is een video capture apparaat. Dus als je een externe of een built-in video capture apparaat hebt, zoals ik heb, dat is gewoon een webcam. Maar dan in mijn computer of een externe webcam kun je die toevoegen. Dan doe ik het apparaat als mijn FaceTime apparaat en die geef ik toegang. En zoals je kunt zien, dan ben ik er. Dan doen we even kijken, doen we de hoogste resolutie. Doen we oké. Dan doen we jou centreren. Doen we jou transformeren. Mijn scherm pas centreren op scherm, verticaal centreren. Even kijken, verticaal centreren. Dan plaatsen we jou hier zo. Dan doen we jou kleiner. Dus dan zit ik nu in het scherm. Dan kun je nog bijvoorbeeld als je wil een afbeelding toevoegen. Dus als je hier een afbeelding zou toevoegen, dan doe ik een afbeelding. Dan blader ik door mijn bestanden. Oké. Dus dat moet allemaal toegevoegd worden. Ga ik naar mijn desktop. Ook goed. Ga ik naar afbeeldingen. Ga ik naar Sputnik. En dan doe ik, even kijken, livestream Sputnik. Deze, die doe ik erbij. En jou maak ik kleiner. Jou doe ik hier zo. En zoals je kunt zien heb ik dan nu een klein afbeeldingetje om mijn livestream capture apparaat van mijn scherm. Nou, dit zijn ongeveer de scènes of de bronnen die ik zou toevoegen aan een livestream. Je kunt nog spelen in of je zichtbaar bent of niet. Dus dat je bijvoorbeeld een greenscreen naar achter doet. En dan kun je dat laten vervagen. Als jullie daar vragen over hebben, hoor ik dat graag. Als je jezelf dus alleen jezelf wil laten zien. En niet de inhoud van de achterkant. Nou, nu hebben we dus een livestream opgezet voor een spel. Dus je computeropname. Als we dan bij instellingen kijken, dan kun je bij streamen, kun je dus YouTube klikken. En dan heb je hier, haal een streamsleutel op. En deze zou ik ook primair YouTube. En dan zou ik deze key, moet je dan kopiëren. Dus maximaal vibratie is 5000. Audio vibratie is 160 kbps. Oké, dan heb ik die dus gekopieerd. Doe ik oké. Dan doe ik op deze. Doe ik hier bij stream instellingen. Doen we de iMac livestream. Die hebben we dus hier. Maar je kunt een nieuwe streamsleutel maken of een streamsleutel beheren. Dus ik zou nu voor mezelf doe ik niet een nieuwe streamsleutel maken, maar ik hou hem gewoon op de iMac livestream. Dus als je dan daar op YouTube een nieuwe streamsleutel maakt, of op OBS, dan kun je bij streamsleutel beheren, kun je dan eentje toevoegen. En dan doe je deze command V. Dan doe je, dan hebben we dus hier de streamsleutel. Als ik dan bijvoorbeeld de status van de stream zou bekijken en ik zou deze hier stream starten klikken, dan gaan we kijken of die dat dus nu doet. Dan heeft hij hier een groen ding en zoals je kunt zien ben ik nu aan het livestreamen. Mijn stream is gezond en je ziet mijn scherm ook daadwerkelijk op de livestream, maar ja, ik ben nu verborgen. Want ik wil even niet dat mensen meekijken, maar
Hoe je dit dus doet is door het streaminstellingen daadwerkelijk een key streamsleutel te maken en die toe te voegen aan bij instellingen bij de stream en dan de stream key hier toe te voegen. En dan staan hier ook waardes en die waardes die zijn belangrijk. Dus als je een gezonde stream wil hebben, dan moet je deze waardes aanhouden. En ik heb aan het begin van de video gezegd dat als je OBS voor het eerst downloadt, dan kun je kiezen tussen een livestream of een opnameprogramma. Ik zou altijd kiezen voor een livestream. Dan gaat hij automatisch zeg maar, je waardes analyseren. En je kunt altijd nog een ander opnameprogramma gebruiken. Maar OBS is echt goed voor livestreamen. En als die dan die waardes van je computer heeft achterhaald, dan kun je dat toevoegen aan je stream en dat gewoon standaard instellen. En ja, dan heb je altijd een gezonde stream en dan zal er nooit verkeerde status zijn van je stream. En met dit te laten zien te hebben, hoop ik jullie genoeg geïnformeerd te hebben. Check ook mijn andere video's en ik zie jullie terug op mijn andere video's.